Aannemelijker, denk jij? <laughs> Ik denk dat hoge profiel ja. Ja, want wat komt daar allemaal bij kijken? Om iemand hier naartoe te halen bedoel ja. je? Ja, ja, Veel dus wat we net hoorden. Heel ja, goed, kijk, als je alleen al kijkt naar die zaak waarin Faisal Taghi voor het eerst een beetje boven kon drijven. Dat ging over uh, Ridowan Taghi. daar hadden ze het ook over ontsnappen uit de gevangenis. Hè? Dus dat voorbeeld geeft alleen al aan hoe realistisch uh, deze uh, gevaren zijn of de risico's zijn. Hè? Dus... En dat er dus mogelijk risico is op ontsnapping. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen bij de opsporingsdiensten. Ja. Oelis uh, Elian, op welke manier zijn die elite-eenheden hierop getraind? Die zijn... Nou ja, kijk, elite-eenheid... Ik, 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 ik weet niet precies welke eenheden hier... Het, het zou de BSB van de Marche C kunnen zijn... maar, maar zou Kops, Maar in ieder geval onze elite-eenheden uh, kunnen dit. Maar ik denk dat wat Giel Timmermans zegt, dat is heel belangrijk. Kijk, er is dus ook, ook nog... Ik denk dat wat een verschil is ook met, met uh, Ridouan Taghi. Uh, Ridouan werd... Uh, Overmoedig. Hè. Waande zichzelf God. Een beetje net als Joaquín Guzman... En, 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 en Pablo Escobar. Overigens, Rieduan was kleiner dan hun, moet er wel bijgezegd worden. Hm. Um, maar deze jonge man. hij. Moet er wel even stilstaan bij het feit. Hij is blijven wonen in het land. waar zijn pa is aangehouden. Dus. Ik kan me moeilijk indenken dat... dat we moeten ervan uitgaan dat, 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 dat hij, zijn familie, wel rekening hebben gehouden met, met een, een, een... Hoe noem je dat? Uh, dat ze diverse plannen... Gerekt. Kijk, als je plannen maakt... Hè, plan BIOS was het, geloof ik, voor mogelijke ontsnapping uit, uit de EBI. Ehm... Uh, I, waar ook over gesproken werd over nevisielachtige mm -hmm. manier, ja dan, dan moet je hier rekening houden met, uh, met, met, met alles je weet niet welke, welke noodscenario's zeg maar het criminele netwerk uh, uh, heeft klaarliggen dus dat brengt grote risico's met zich ja, mee. Het geen enkel risico nemen. Hier. Kijk en het, het probleem is ook als het fout gaat, dan sta je ook echt echt in je hemd. Ja, ja, enorm. En de gevaren zijn ook dan, ook dan voor de samenleving enorm. Dus dat kun je niet permitteren. Dan maar... de vraag daarna is vervolgens ook: waar komt hij dan terecht? Ja, en ja. zijn we daar klaar voor? De ebi vug dat is natuurlijk mm -hmm. het eerste wat in je opkomst mm -hmm. zwaar beveiligd Gevangenis ja. van ons land. Maar daar zit natuurlijk ook zijn vader. Ja. Is het logisch dat hij daar naartoe? Ja, vind ik niet. Maar goed, daar, daar kun je op me 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 meerdere manieren naar kijken. Maar ik vind de situatie in de EBI nu al zorgwekkend. Heb ik ook meerdere malen aandacht voor gevraagd. Ook door de verbouwing van de EBI zitten veel. Kopstukken bij elkaar. Nou, daar, daar moet je al in algemene zin heel voorzichtig uh, mee zijn. Omdat ze met elkaar kunnen, uh, kunnen praten. En voor je het weet, creëer je dus. We doen ons best om monsterverbonden verbonden in de buitenwereld af te breken. Gewoon de hele structuur afbreken. En dan in de detentie staan we dan oogluikend toe dat er nieuwe verbonden ontstaan. Dus daar moet je heel erg. Uh, mee uitkijken. Ik heb het ook altijd erg ongelukkig gevonden, bijvoorbeeld dat 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 iemand als Rico Rikelman, ook een van de kopstukken uit uh, uh, uit dit superkartel, dan dan bijvoorbeeld heel lang met 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 Willem Holleder uh, gezeten heeft in de Ebi. Ja, dat vind ik ook al. Dat vind ik ongelukkig. Dus, dus u ja, zegt, het is geen goed plan om hem daarheen te brengen. Nee, dus ik heb al tegen de minister gezegd al. Volgens roep ik al volgens mij nu nu ook al al enige tijd in ieder geval uh, ruim een jaar. Creëer zo snel mogelijk hoogbeveiligde, hoogwaardige, vergelijkbare Ebi-achtig. En met creativiteit, ze kunnen zoveel. Je kunt denken aan, 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 aan leegstaande plekken... Waar, waar je met heel veel beveiliging... Ik moet er niet teveel over zeggen, want anders maken we de te tegenstander wijzer. Mm. Maar u zegt dan, zou ik liever hebben dat ik dan naar zo'n plek ga. Want het, we de, hebben Je moet hem ook... niet bij zijn pa... Kijk, we weten niet precies wat de reactie van zijn pa is... maar die zal niet blij zijn. We weten niet precies wat de reactie van het netwerk is... maar we weten in ieder geval dat er in de gevangenissen... Nou. Uh, uh, men, men was sowieso niet blij met de maatregelen. die, die opgelegd werden. komen zo misschien wel mm -hmm. op. Maar dit doet iets met alle sympathie, sympathie, uh, sympathisanten. Dus ik zou zeggen: zo iemand moet je. je, je moet een plek hebben.